sterk in het voorseizoen. Benieuwd wat zij kan. Tegen Joy Beunen. Een groot talent. 17 jaar oud staat hier op het ijs in Groningen. Tussen de Kramers, Wusten en Ter Morsen van de wereld. Ready? Beunen, nationale kampioenen op de 1500 meter B-junioren vorig jaar. Verdiende de startplaats hier met een vierde plek op de IJsselcup. Maar 1,2 seconden achter winnares Van der Weijden. Voor Vos, wat bekende naam. Kijken wat zij hier kan laten zien tegen Letitia de Jong. Die opdreef is op de 1500 meter. 26-4. Voor de Jong, snelle opening. Ja, een opening onder de 70 seconden voor een eerstejaars AS sterk hoor. Vorig jaar nog B-junioren. Beunen. Niet gek dat ze achterstand heeft ten opzichte van Letitia de Jong. 700 meter. De Jong breidt haar voorsprong uit. Rondje 30-0. De Jong heeft vorig seizoen veel pech gehad. Last gehad van een valpartij, een breuk in haar schouder. Dat heeft er veel gekost in de beginfase van dat seizoen. En de inhaalslag heeft ze eigenlijk nooit gewonnen. Nu fit, goed en scherp begonnen aan deze wereldbekerkwalificatiewedstrijd, de KNSB Cup. 1100 meter voor de Jong. Kamminga was hier op de snelste in 1.29.28. En daar met 1.28.47 is de Jong voorsneller. Moeten we het schema van de paarrecorden misschien even bijhalen. 2.00.50. Maar er was de slotronde dus 32.4 en de tussenronde was 0.31.9. Ja. Het zit er niet in, maar dit moet de snelste tijd tot nu toe zijn. De Jong voor Beunen, die toch goed meegaat met Letitia de Jong, die de rit wint in 2.03.25. En Beunen met de zesde tijd 2.04.89. De Jong dus aan de leiding, de Vries naar plaats 2, van de Schaar naar plaats 3 in dit eerste koppeltje, de eerste zes koppels moet ik zeggen. Op deze 1500 meter, waarin dus getwijld gaat worden, dat is toch wel bijzonder. En dat gaat alleen maar om de ijskwaliteit. Ja, en als je nu kijkt, het ijs blijft nu beter dan bij...